Dan is er ook vervolgens gelegenheid voor het spelen van muziek live op de cd-speler. Een gebed, een moment van bezinning of iets dergelijks. En dat sluit dan ook meestal de dienst af. En daarna? Dan is de dienst voorbij. Wat gebeurt er dan met opa? Ze bedoelt met de dooien. He, wat gebeurt er met de dooien? Die blijft hier. Ja. En dan? Ja, dan kan ik dit zomaar zeggen? Ik weet niet of dat wel geschikt is voor... Ja, maar daarvoor zijn we hier. Dat wil ze weten. Ja. Goed. Goed. De kist wordt dan naar beneden getakeld en komt in de kelder terecht. Mm-hmm. En dan? Ja, dan wordt de kist verbrand. Met de dooie erin? Met de overledene erin, ja. En dan? En dan... De as wordt opgevangen. En dat kan verstrooid worden of in een urn bewaard worden. En verder niks. Verder niks. Je kan toch niet iemand zomaar verbranden? Dat kan toch niet? Maar toch is het zo. Nee. Ja, die meneer zegt het toch? Die staat toch niet te liegen? Meneer, staat u te liegen? Nee, zeker niet, meneer. Toch vond ik het raar. Nou, dan geloof je het maar niet.